Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en we zijn in Turkije, maar we hebben alle spullen ingepakt en we gaan weer. Zo jammer, het was zo leuk. Nou, alle spullen zijn klaar. En dan gaan we er weer vandoor. We zijn vanavond pas laat thuis, of in ieder geval rond 5, 6 of zo. En dan ga ik denk ik even bij mijn ouders eten en daarna weer naar Amsterdam. Nou jongens, wat een dag zit erop. Echt. Vanochtend om 7:30 of 7:45 weggegaan. Ik ben nu thuis, het is 9:00 of zo. Ja, ik moet nu eigenlijk mijn spullen gaan uitpakken, maar ik heb echt geen zin in. Dus ik weet even niet wat ik ga doen, maar finally back in Amsi. Hallo allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb de hele dag nog niet gevlogd, want ik heb echt een super drukke dag gehad. Maar ik heb vanochtend gesport en gewerkt. En nu heb ik met Cecile boba gemaakt. Zelf boba. En we hebben er een TikTok van gemaakt, dus wil je weten wat we dat hebben gedaan, check it out. En ik vind het super lekker. Nee, dat is toch echt wel goed. Maar, heel ik... keuken. Gaan helemaal naar typen. Dus ik zou het niet doen. Boven. Nee. Ja. Gewoon... Ik heb liever dat ik 5 euro betaal en besef ja. Hoeveel moeite je in het leven moet doen. Ja. Voor zoiets lekkers en in Amsterdam kan je het gewoon kopen in een seconde. Ja. Okay, nu... Ja, oprecht. Stel je woont niet in Amsterdam, is het wel echt een lifehack hoor. Ja, je moet gewoon als je even gewoon de feel ervoor krijgt. Ja. Je kan wel gewoon karamelsaus kopen. Ja. Je hebt gewoon die thee en dan is het alleen die boba koken, maar ja. Het is helemaal te kutten met die karamel die ja. Is Eén brok hard. Ja schat, dat zeg ik. Je moet het denk ik gewoon in kookend water doen, dan gaat het er wel uit. Nou, helemaal leuk meiden. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ben op kantoor, ik ben echt al anders op kantoor aan het editen. Stoppen. Cecile heeft allemaal leuke schoenen besteld. Maar wel mogelijk twee dezelfde. Echt, ik ben zo moe gehoord. Ik zag er twee en dacht ik, oh, die en die. En heb ik blijkbaar twee dezelfde gedaan. Ja, dat is dus één met hak en één zonder hak. Ja, dat dacht ik leuk van. Ja, altijd gepast overal bij. Heb je nou twee verschillende kleuren nagelak? Ja, want ik had deze nagel ook laten doen in Spanje, maar ik heb hier geen nagel, dus halverwege valt hij er dan vanaf. Nee. Ja, en ik had gisteren kickboksen en dan vind ik het heel gênant dat mensen zien dat ik geen nagel heb, dus dan, ik had dit is de enige wat ik kon vinden. Dus mijn secret revealed. Ja. Scheiße. Ach ja. Het leven bestaan niet aan mooie nagels, hè? Nee, maar ze zien er ook niet uit. Nee, maar jij gaat wel in de korps. Ja, ik ga even acryl zetten, jongens, want ik ben er helemaal. Even serieus, lijkt het nu net zo terra nova. Doe eens even je broek een beetje omhoog. Ik weet niet. Ik weet het niet, ziel. Nee. Kut, want het is wel die wel... band is te dik. Of zo. Ja. Ja, ik vind het ook lelijk. Nee. Lelijk. Oh. Nou, kijk, ik vind het niet lelijk. Jou... Ik denk dat je het wel leuk van stijlen of zo, maar ik... Als je het als een... Ooit. Nee, niet als een everyday slipper, want je wil dit dan echt een beetje als ja. Everyday, toch? Ik heb sowieso dat ik denk van, die voorkant is te dik of die achterkant is te dik. Het is te balanceerd voor een schoenen. Snap je? Maar die daaltjes met die hak vind ik wel heel leuk. Klopt, maar die zijn eigenlijk te klein. Oh. Nee, jeetje, wat is een herstellende ochtend weer. Nou, goed. We gaan maar weer door het werk. Ja. Voorbij. Tess van de Appie. We zagen een soort hele lekkere rolletjes, zoals daar. Bij de bakery. Ja, we hebben twee chicken Caesar. Dit is wel. Chicken Caesar. Wat is tahin ook alweer? Gemaakt van sesam. Mmm. Lekker. Mmm. Oh, jezus. Ja.
Dit is waarom ik geen nepnagels kan. Ja. Ik was bij deze gebroken. Acryl niet hoor. Nee? Nee, dat breekt bijna niet. Dan breekt nog even. Je nagel valt toen nog eerder af. Dan dat je nagel breekt. Ja? Het ding waarom het rijstbruin is, wordt zo snel droog. Ja. En eigenlijk meteen als je het hebt gemaakt, moet je het eten. Ja. Maar zo, lekker een snackje. Nee, ook niet heel onrond. Dit is echt Albert Heijn in Amsterdam. Ja. In het centrum. Maar ze zet ik een rijstpapier, sla en kip. Met zalm. Ook lekker. Het zal ook met falafel lijkt mij ook wel lekker. Het heet? Ik ga even unboxen. Ik was net naar de winkel geweest. Van, ik was niet mee hoor. Maar ik vind het zo chill om naar de winkel te gaan. Ik kon het ook online doen, maar de winkel kon je het gewoon even zien. Ja, best leuk. Ja. Ik heb als eerst een tasje. Girl, ik heb dus geen tasjes. Met een strap. Zo, ik heb alleen maar van die schoudertasjes. Kan jij geen enkel zo? Nee. Ik ook niet, denk ik. Nee. Oh ja, ik heb die ene Uniqlo tas. Ik ga even zitten, want ik sta nu. Nee, maar ik moest even een tasje. Een everyday. Oh. En dan. Dat is heel lekker. En dat miste ik echt toen ik naar het vliegveld ging. Ja, maar toen had ik dus, toen ging skiën, had ik ook die van de Uniqlo. Ik zie oh ja. Uit, jongens. Oh, oei, oei. Ja, van de Uniqlo, kijk ook hoe wit ik ben. En daar zit van de chocolade. Ja, dat is leuk. Dat is toch leuk? Ja. Okay. Dat ik je even filmen. Okay. Ja. Ja, helemaal leuk. Van haar shampoo. Wauw. Juist, oké, dat was genoeg. Ja, dit was genoeg. Oké, dat was weer genoeg. Dus dat. En dan heb ik dit eigenlijk super veel cute. Echt? Ja. Ik heb helemaal verdrietig gezien mezelf kijken. Ik werd wel alleen wel boos dat ik het de foutje op mijn telefoon had en het uitgeprint. Was je boos? Ja. Oh, je kan hier. Kan ik terug van? Ik kan alleen uitgeprint. Terwijl op die foutje staat dat ik op mijn smartphone kan. Wat is het voor je vraag? Als eerst. Oh, dat is leuk. Dit is het gewoon nice. Dus kijk hoe leuk deze ring is. Ja, die is heel nice. Nee. Een leuk ringetje. Maar ik heb allemaal leuke zomerkleurtjes. Nee, ze zijn wel echt mooi op zo lang. Ja, leuk hè. Dan gewoon basic ringen. Die heb ik namelijk niet. Ja, okay. En dan kan je leuk zo combineren. Ik heb twee gaatjes, een grote en een kleine. Nou, mij is het origineel. Ja, echt. Dat heeft niemand. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Ik heb altijd maar één oorbel in nu. Ja, ik heb ook altijd maar één in. Allemaal ringetjes. Oh, die zijn ook wel echt heel nice. Heel cute. Ik weet niet of ze pas, heel maar cute. Zijn wel leuk voor de zomer. Maar ik had dus vroeger altijd echt... ik heb namelijk 3 gaatjes in elk oor. Echt? Had ik altijd allemaal oorbellen in nu. Ik gewoon altijd maar ja. In. Maar deze zijn ook wel heel cute. En deze, ja, die vond ik heel leuk voor de zomer. Ja, dat is heel cute. Dat is zo te cute. Is dat een deze, toch? Mother of Pearl. Echt zo'n, ja, dat is toch cute met een jurkje. Nou, dat is helemaal nice. Ja, leuk, goed gedaan. Goed gedaan. Nou, het zit hier echt, zit tegenover de Albert Heijn zoals. Nou, ja. Zeg, in het begin van de Kalverstraat. Ja, leuk. Dus, meid. Ja, ik heb geen printer, jongens. Ik heb een probleem. Want ik moet Voltaire dus ook al 4 maanden geleden opsturen. Maar ik heb geen printer. En wij hebben hier ook geen printer. Wat moet je opsturen? Oh, de militaire stickers die ik had gepromoot. Ja, printshopje. Ja. Kan je niet gewoon zo'n barcode scannen dat zo'n DHL-print het uitprint? Je hebt hier zo'n tent zitten. Kopie nog wat of zo. Als je daarheen gaat, dan kunnen zij een printer printen. En wij printen. Cecile, dus wanneer heb jij die schoenen? Ik heb deze in plaats van die blauwe, weet je nog? Die blauwe. Oh, ja, deze heeft Mats ook. Stan. Nee, sorry. Thomas heeft ze ook. Ik wil eigenlijk nog steeds die blauwe, maar die alles niet. Maar. Knip. Allemaal, het is vandaag donderdag en ik had nog niet gevlogd. En ik ben bij mijn omi en we zijn gezellig met Fem. En mijn broer.
heel erg fin in. Hoi oma, wat doe ik op de vlog? Een steen! Oh. Kijk, dit is mijn oma. Gezellig, ja. Ja, ik ben je oma. Lijkt het erop? Ik ben je oma. Leuk toch? We zijn gezellig bij oma aan het eten. En voor mijn verjaardag er is erop, oh. Hè? Van Lianne en Stijn nog een cadeautje gekregen. Ja. Dus dat gaan we even uitpakken. Moet ik het uitpakken? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, Stijn, jezus. Maar ik. Hè? Wat zal het zijn? Ja, ik vraag me oprecht af. Zo. Nou. Je helpt me scheuren of. Nee, wat goed! Mijn favoriete spel! Oh, dat vind ik echt heel leuk. Dit is echt top, want nu weet Stan al hoe het werkt. Ja. Oh, dat ga ik morgen meenemen naar Stan, want we gaan spelletjesavond bij hem doen. Met een broertje en vriendinnetje, ja. Mm. Wat leuk! Nou, dankjewel! Aan jullie! Heel leuk. Ik weet niet hoe ik dit moet vloggen. Nee. Dankjewel. Mwah. Nou, ik heb er lekker van een rijken. Ja. Oh, ik vind het echt heel leuk. Ja, hè? Ja. Wisten we wel dat je daar blij mee zou zijn? Ja. Ik ga meteen naar Stan sturen. Dat ga ik nu morgen doen. Ik ga even nieuws. Nou, ik ga even mijn natte handjes. Ik ga Niels even komen. Ik ga deze. Ik harde werken. Hij single van hem. Hij is single, kijk. Hij kan heel goed afwassen. Ja. Kijk hem even met die handjes tekeer gaan. Slide in de DM's. Ja, slide in de DM's. Hieronder staat zijn Instagram. Niels verhoord, Niels verhoord. Goeie wingman zijn wij. Ja. Wingwoman. Wingwoman. Ga je nog af en toe zijn? Hallo allemaal. Het is inmiddels alweer 11 uur. We gingen vanavond. Ik had vandaag gewoon nog niet gevlogd. Echt, wat een kutweek. Ik heb alleen maar teruggekomen van vakantie. En de feiten die me achterhaalden. Gewoon door een week te chillen. Echt. Maar goed. Vandaag heel erg op kantoor. Gewerkt, gesport. En toen in de avond gingen we gezellig bij mijn oma eten. Dat proberen ongeveer één keer in de maand te plannen. Dat we gewoon mijn oma zien. Want mijn oma wordt deze zomer al 91. En ja. Ik weet niet hoe vaak je oma nog kan zien. Ook al gaat het hartstikke goed hoor, maar op een gegeven moment ja. En we vinden het ook gewoon heel leuk om gewoon alle kleinkinderen te zien. En zijn maar met z'n vijven, dus dat is gewoon een top aantal. Dus ja, ik vind het heel leuk om met mijn familie te zijn. Ik vind mijn familie gewoon heel belangrijk. Hele goede band mee ook, dus ja. Dat vind ik echt heel leuk dat we dat doen. Dus ja, het is gewoon leuk om mijn oma één keer in de maand te zien. En mijn neefjes en nichtjes en mijn broer. Zie mijn broer ook nog eens. Ook helemaal leuk. Dus ja. Ik ben nu onderweg naar Stan. Ik ga lekker gezellig bij Stan slapen. En morgenochtend ga ik weer op tijd naar huis. Want ik heb een drukke dag voor de boeg. In de middag heb ik ook een moederdag event. Met mijn moeder, heel gezellig. Dus helemaal leuke planningen. En van het weekend ga ik naar Awakenings. Ook heel erg leuk. En volgend weekend ga ik alweer naar Valencia. Nou echt jongens. Ik weet niet waar de tijd is. Maar hij vliegt in ieder geval aan me voorbij. Soms moet ik even iets meer rust. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik ben nu weer in Amsterdam. En het is 11:30. Ik ga zo meteen naar kantoor. En dan ga ik even werken. En vanmiddag hebben we heel leuk een moederdag event met zonnebrillen.com. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb nu mijn haar half vast. Maar besef hoe dun mijn bovenhaar is. Een hoopje niks. Maar ik wil even een beetje stijlen. En ja, mijn moeder is dus ook mee naar Amsterdam. Ze is nu bij het nieuwe huis kijken van mijn nicht. En ja, helemaal gezellig. Eventje, lunchje. Volgens mij gaan we een soort bloemschik of zo. Ik weet het allemaal nog niet helemaal, maar het wordt wel sowieso leuk. En vanavond ga ik naar Stan gezellig. En ja, wordt helemaal leuk. Helemaal zin in. Leuk weekend, leuke dag. Jee. Nou jongens, ik ben op kantoor. Ik zou trouwens even laten zien wat ik aan heb. Hoe kom je in het jurkje? Wat? Ja, die heb ik bij de zaag gekocht. Oh. 2 weken geleden.
Kijk hoe leuk. Wat zie ik. Echt heel leuk. Ja. Ik heb dit jurkje aan. Zo leuk. Cute, hè? Oh my god, zo leuk. Ziet ook echt mooi uit. Leuke panty. Even, hoe noem je dat? Ja, maar ik vind ze letterlijk. Wow, je ook schaduw. Daar. Ja. Nee, neem maar mee, is wel leuk. En ik heb twee pakketjes hier op de zorg gekregen. En ik weet niet wat. Eén Look Fantastic. Mag ik ook iets? Ja, even kijken wat het is. Wat is dit? Oh, dit is Look. Ja. Ik denk dat dit die monthly special is. Ja? Nou, ja. Oh ja. Maar ik had ook een moederdag ding gekregen. Die ga ik voor ook aan mijn moeder geven. Jezus. Wow. De moeders van influencers ook echt een goed leven. Ja. Ik heb zoveel... Nou, gewoon sowieso de mensen om influencers heen. Sorry, ik heb zoveel zelfwaarder opgedaan en bronzer. En als ik daar nu naar zelf zit, lijkt het letterlijk de witte chocolade variant. Wow. Ja, de beauty box. Ik heb die schaar van hem in de keuken. Leuk. Oh, top. De Look Fantastic Beauty Box. Oh, yes. Deze is zo chill. Is dit al Isle of Paradise? Het is fucking veel. Oh my god, ik wil dit zo graag ruiken. Mag ik dit ruiken? Ja! Oh my god, tanning lotion. Ik heb hier wel de... De sunscreen. Oh, dit is? Shampoo. Douche, dit is heel chill. Dit wilde ik eigenlijk bestellen. Oké. Gaan jullie mee dan? Sissy Red, correct. Ja, wij gaan mee. Ook chill. Ja, dit is... ik ga ook even naar thuis. SPF 15 lipbalsem. Ik kan niet ruiken, want ik krijg het niet open. Serum. Body serum. Het is wel echt veel, man. Ja, en een moisturizing sunlight. Oh, dit is ook chill. Oh ja, ik krijg dit niet open. Zelf een bruiningszonnetje. Maar dit is dus, ik heb wel de Bam Bam cream. Ja. En dit is echt fucking. En wat is dat? De Bam Bam? De Bam Dia Bright Cream. Cute. En wat maar is dit? Ik kan hem niet ruiken, ik heb echt een uur. Scrub! Oh, dat had ik nodig. Nee, dat heb ik echt nodig. Zo, wat een mega pot. Nou, helemaal je van hè. Oké, wat zou ik doen misschien? Zou ik bij Saar achterop en dan terug met jullie straks? Of gewoon op mijn eigen fiets? Bij mij achterop. Heb je een helm? Nee. Cecile de helm. Ik ben helm hier zien. Ja. Maar hoe kom jij dan terug? Ja, of met C op die scooter. Ja, dan heb je een helm. Ja. Oh, nou ja, dan rij jij gewoon en dan riskeer je de boete. Ja, of een moment. Een geel plaatje, hè? Dat the fuck is dit? Oh, dit was beneden. Oh. Huh? Oh, Kiehl's. Oh, nice. Oh, ben je er. Waar is het van? L'Oreal dan dus. Oh my god, de Kiehl's. Deze zie ik echt alleen maar met dit. Ja, die zie ik ook echt alleen maar. Die retinol is dit. Ja. Wat leuk. Nee, kijk dit. Ze hebben zo'n tegeltje. Een tegeltje. Ik vind het echt zo leuk om make-up te doen. Cute. Dit blijft allemaal hier, want ik ga het even meenemen. En dan gaan we naar vandoor. Kom gewoon even gezellig met mij op de scoot. Ja, dat kan, maar hoe de fuck kom ik dan terug? Nou, met mij op de scoot. Met mij gewoon, ik ga gewoon met mij achterop. En hoe kom ik dan terug met de auto? Ja, en desnoods zet ik je af. Ik had net hier een groene jas ergens. Hey. Ja. Hoe ga jij er nou heen met de fiets? Ja, ik ga wel met de fiets. Oké. Okay. Want jij bent weg toch? Ja, ik ga nu daar al heen, nu al. Ja. 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 Oké, okay. Nou ik heb alleen wel heel erg dat je wel heel nat komt. Oh, wat heeft ze? Die zak was helemaal, ze had allemaal water in. Ja, dan moet je die zak er natuurlijk afhalen. Ja, had ik heus wel gedaan. Oh. Maar het zit helemaal soort in dat zak. Ja, klopt. Ik krijg ook altijd een natte kont op de fiets. Ja. Ja. Dus even een andere vuilniszak eroverheen. Ja. Nou, meid, ik ben trots. You. Oké, tot zo. Je bent nog steeds aan het filmen ook. Oh, niet. Ik ga stuk. Nou, helemaal gezellig. Mijn moeder. Ja, was dat heel leuk. Een mooie dag. En ik ben zo blij met de zon dat die eindelijk is doorgekomen. Moederdag is niet voor iedereen altijd even leuk. En
daarom dachten we, het is des leuker om een soort van mooi moment te maken met iedereen samen. Flowerfirstzonnebril.com hebben echt iets heel moois neergezet. Zometeen gaan zij er wat meer over vertellen over wat we precies gaan doen vandaag. Ik ben zelf ook mama van Leila. En ik kan je vertellen, dat is niet makkelijk. Dus voor al deze vrouwen hier heb ik extra veel respect. En ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst. En ik geef het woord aan Frederik van Flowerfirst. Dankjewel. Veel plezier zometeen. Dankjewel. We werken uitsluitend met topkwaliteit zijnde bloemen. Ze zien er prachtig uit, ze zijn zeer kleurvast en daardoor een duurzamer en goedkoper alternatief dan verse bloemen. 2 jaar geleden ben ik alleen begonnen met Flowercrush. Nadat ik zelf online op zoek was naar een zijde bloemenboeket. En op dat moment was dat er nog helemaal niet. Ik had zelf iedere week verse bloemen in huis en merkte dat naast het... Ik stond macaron. Bagoa. Dat was ik al van mij. Omdat Flowerfirst zijn heel mooi in de beige. Oh ja. En dit vind ik heel mooi altijd. Mooie eucalyptus. Oh, leuk, jij gaat filmen. Ja, ik ga het filmen. Ja, eucalyptus vind ik altijd. Dus beginnen met de basis. Ja, ik heb ook zo'n boom thuis, dus in de tuin. Ja, oh, leuk. Ja, helemaal leuk. Ja. Zoveel zijn er 100 bloemen, dus eigenlijk ongeveer tot daar. Ja. We mogen er 3 van pakken per persoon. Oh, okay. Het wordt al heel moeilijk. Ja, het wordt al heel moeilijk. Ja, we kunnen nog huilen hoor. Als je zegt, ja, ik weet het gewoon. Nee, dat is toch mooi hoor. Dit soort dingen. Daar hou ik van. Volgens mij een basisbloem, maar hoe gaan we de bloemen? We hebben een boeketje de lange bloemen en de vertakte bloemen uitgekozen. Dus ik kan voorstellen dat je niet meer helemaal weet welke het is, maar daarvoor zijn mijn collega's ook. We gaan even stap voor stap naar beneden. Dus we hebben uiteindelijk... Kijk eens hoe leuk, jongens, allemaal alle boeketjes. Helemaal leuk. Hallo allemaal, het is inmiddels 7 uur. Superleuk event gehad. Echt niet normaal. Was zo leuk geregeld allemaal. Nou, ik vond het echt helemaal leuk. Ik heb net mijn moeder thuis afgezet. Dat was helemaal leuk. Dagje met mijn moeder. En ik ben nu onderweg naar Stan. Daar gaan we gezellig eten. Echt, nou, ik snap niet wat dit weer is. Het was de hele dag mooi zonnetje. En weet ik het al. En nu regent het opeens. Echt, what the fuck. Maar ja. Nu even naar Stan. Dan gaan we gezellig sushi eten. Met zijn broertje en zijn vriendinnetje van zijn broertje. En gaan we een spelletje spelen. Helemaal leuk. Honda. Ja, maar blijkbaar dus heeft hij nu opgezet en dan komt hij er al achter. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag en het is mijn moeders verjaardag. Joehoe. Gefeliciteerd. Gisteren hadden we natuurlijk al een moederdag event, maar vandaag gaan we verjaardag vieren. Helemaal. Dit is mijn lieve oma. Ja. Ja, je dochter is vandaag jarig. Ja. Het is alweer 56. Het is wat. Het is wat. Maar we... Ik zou het niet zo hard opzeggen hoor, die leeftijd. Vind je dat niks? Tuurlijk. Ja, noem ze het door. Confronterend, hè? Juist. Maar je hebt een mooie dag als cadeau. Zo, wauw. We zitten lekker buiten, dus we gaan het helemaal gezellig vieren. Kijk eens hoe mooi. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer... Zondag. Gisteren was mijn moeders verjaardag, super gezellig. En vandaag ga ik naar Awakenings. Met Stan, ik heb gedoucht, mijn haar geveund, een beetje make-up opgedaan. En ik ben er eigenlijk aan het wachten, want Stan die is nog aan... Nou, hij is nu net klaar met werk, denk ik. Ik denk dat we rond 4 uur er zijn of zo. Ik heb ook nog mijn outfit niet aan, want dat ga ik allemaal in Amsterdam doen. Dus, nou, ik ben eigenlijk nu op Stan, tot hij klaar is. En dan gaan we naar Amsterdam, ga ik zo omkleden en gaan we vanaf daarheen. Nou jongens, we zijn helemaal ready voor Pespa. Deze top aan, hoe leuk. Leuk zilver tasje erbij. Stan is ook helemaal ready. Stan, ben je ready? Zin in en het is zo lekker weer. I love it.
volgende dag. Avond. En gisteren was zo fucking leuk. Het was zo fucking leuk. Helemaal genoten. Ik heb mijn lieve knuffel. Ik ben echt zo brak vandaag. Ik kan gewoon echt niet nadenken. Ik heb alleen maar op de bank gelegen. Een beetje gewerkt. En niet veel gedaan. Ja, dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van de weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Om mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei. Yes, I'll be on my way now.